Het heet Silhouette, Buiken, Billen en Benen. En ik dacht, ik neem er eens eentje. Daar gaat hij. Hoe werd er ontdekt dat sommige kruiden een helende werking hebben? De Universiteit van Nederland presenteert klinisch farmacoloog professor Dr. Adam Cohen. Dankjewel. Oorsmeer. Ik heb het goed gehoord. Oorsmeer. Dit spul wat uit je oor komt. Daarover schrijft de Romein Plinius. Dat is ongeveer 50 na Christus. En oorsmeer, zegt hij, Plinius, dat is het beste spul om te gebruiken wanneer je door een mens gebeten bent. Je stelt je voor, hè, de eerste hulp van een ziekenhuis in Rome. Er komt iemand binnen, is gebeten door een andere Romein. Waar is de oorsmeer? Ja, je kan je niet helemaal goed begrijpen hoe ze voldoende van dat spul hadden om al die mensen beter van die tijd te behandelen. Maar dat staat in dat boek. En als je dat boek ziet en als je denkt over de Egyptenaren, de Grieken, de Romeinen, de Chinezen, dan vind je boeken en boeken en boeken vol met geneesmiddelen. Duizenden. Voor allerlei ziektes. En je zal denk ik gaan merken vandaag dat het grootste deel van die dingen in feite niet werkte. Er waren natuurlijk wel dingen die wel werkten. Papavers, alcohol, wiet, THC, cocaïne, hadden ze allemaal al lang gevonden. Dus er waren een paar dingen, 4 of 5, die werkten. En als je dus in een apotheek zou zijn gekomen in, nou, laten we zeggen, 1950... dan vond je een gemiddel of 20 dat deed. Helemaal vol, apotheek nog steeds, maar 20 middelen die werkten. Dat is toch wonderlijk. Hè? Het is wonderlijk dat we zo lang dokters hebben vertrouwd om ons dingen toe te laten dienen, zonder dat die dingen, voor zover we weten, iets deden. Het is eigenlijk nu nog zo. Ik heb hier meegenomen die 300 euro. Die heb ik laatst in de drogist bij elkaar gesprokkeld uit een rek. Hoeft er geen recept voor te schrijven, je kan het zo meenemen. Elk potje kost 15 euro en het gaat van alles doen. Ik ga er ook zo nu en dan eentje nemen, want ik wil graag een beetje scherp blijven vanavond. Om nou uit te leggen hoe dat zit, beginnen we even toch een week of 5 geleden. Het is mijn spreekuur in het LUMC en ik ga naar de wachtkamer om een nieuwe patiënt op te halen. Er zit een man. En we leren altijd om even in de wachtkamer naar de patiënt te gaan kijken. Dat spaart tijd, want dan zie je meteen wat er aan de hand is. Een beetje bleek, vaal, zit moeilijk te ademen. Hij zit in zo'n rolstoel, weet je wel, zo'n rolstoel waar je in het ziekenhuis 50 cent in moet doen. Dan kan je hem meenemen, dus je weet al dat het niet zijn eigen rolstoel is. En zijn vrouw duwt hem de spreekkamer binnen. Moeilijk loopt ze, moeilijke knieën. En hij vertelt zijn verhaal. 15 jaar geleden heeft hij lymfeklierkanker gehad. En hij houdt erg van natuurgeneeskunde. Hij vindt dat de natuur hem moet genezen. Hij gebruikt allerlei voedingssupplementen. En eerst bij die lymfeklierkanker komt hij ook terecht bij zijn natuurgeneeskundige arts. Die behandelt hem een tijdje met een extract van perzikpitten. Maar ze komen al snel samen tot de conclusie dat het in dit geval toch beter is dat ze naar de reguliere geneeskunde gaan. Dus hij krijgt 2 chemokuren, hij krijgt een bestraling en die lymfeklierkanker is helemaal weg. Het is nu 15 jaar later en daar is hij van genezen. Maar in die 15 jaar heeft die chemotherapie zijn hart een beetje beschadigd. De bestraling heeft zijn nieren een beetje beschadigd. Daar heeft hij tot op nu niet zoveel last van gehad, maar hij heeft ook nog een afwijking aan zijn hartklep. En wat hem nu is overkomen, is dat hij eigenlijk ontzettend kortademig is geworden. Hij is in een paar dagen enorm kortademig geworden. Wat er aan de hand is, hij heeft hartfalen. Zijn hart pompt niet meer zo goed. En dan wordt er in het lichaam waargenomen dat dat gebeurt. En dan gaat het lichaam proberen om meer water vast te houden. Want het hart pompt beter als het voller zit. Dus je nieren houden water en zout vast.
Van bovenuit je hersenen wordt ook tegen dat hart gezegd, ga even wat sneller kloppen, want dan gaat het misschien ook nog beter. Maar als je op een gegeven moment te veel water in je bloedsomloop hebt, dan rekt dat hart te veel op. En we maken een röntgenfoto van hem en hier zie je hem ook. Op die röntgenfoto, zelfs als je daar niks van weet, kan je eigenlijk al zien wat er aan de hand is. Hier zit water. Dit hoort een scherp hoekje te zijn, dus je ziet dat water daar staan. Dat zit om zijn longen heen, dus uit zijn bloedbaan in zijn longen terechtgekomen. Die longen zijn ook wat mistig en zijn hart is heel groot. Hij is dus op dat moment aan het verdrinken in zijn eigen water. En hij heeft er ook nog eens een ritmestoornis bij, dat zie je daar rechts op zijn cardiogram. En die piekjes van zo'n cardiogram, die moeten keurig regelmatig zijn, dat zijn ze hier niet. Ze zijn ook heel snel, zijn hart slaat zo'n beetje 120 per minuut. Dus hij is in serieuze problemen. En er is al wat aan gedaan in het ziekenhuis, maar het wil niet. Hij kan dus ook echt, vanaf als hij vanuit zijn rolstoel opstaat, om naar de onderzoekbank te lopen, dan is hij helemaal buiten adem. Dat is hem zo in 4 dagen overkomen. Hij is 5 kilo aangekomen. En ik besluit dan om hem te gaan behandelen. Hij wordt al behandeld, hij heeft het me meegegeven. Dat zijn deze dingen, want hij wordt door zijn natuurgeneeskundige arts behandeld. Dus hij slikt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dingen elke dag. En nou, er zitten dingen bij als dit, squaleen en Coriolis vesicolor extract, allemaal plantenextracten, neemt hij al die capsules neemt hij in. En ik ga hem dan behandelen met een ontzettend oud middel, wat we al heel lang kennen. Het heet digoxine. En dit is het. Dit is het pilletje. Je kan nauwelijks zien, heel erg klein, ik zal er straks een foto van laten zien. Daarin zit 62,5 microgram van dat spul. En hij gaat weer weg, hij gaat naar huis. Hij komt een week later terug en we zitten in de wachtkamer, rolstoel is weg. Is volledig, ziet er helemaal helder uit. Hij beent voor die vrouw uit, die achter hem aanschuifelt, want die heeft slechte knieën. Gaat zitten, nou hoeft eigenlijk niet meer te vragen hoe gaat het. Zegt, nou, ga goed, ik heb de tuin opgeruimd vorige week. En na 2 dagen was het weer in orde. Ik ben 5 kilo afgevallen. En hij schrijft zelf, heeft me een brief over geschreven, omdat hij wilde dat ik dat allemaal vertelde aan jullie. En daar staat het woord wonderlijk. Hij neemt een klein wondertje waar. En als dokter heb je dat niet zo vaak. Dat het een keer echt goed gaat. Dus dat is leuk. Dat is een geweldig leuke ervaring voor jezelf. En het is een geweldig leuke ervaring, zeker voor de patiënt. Dus dat was dat oude middel. En dan gaan we even helemaal terug. Want nu is het 1775. En dat is een dokter in Birmingham. Die heet William Withering. En William Withering die behandelt patiënten met hartfalen. En die zien er bij William Withering op de volgende dia. Dit is hem. Hij is arts daar en hij werkt daar en hij behandelt die patiënten met hartfalen. Precies als mijn patiënt. In die tijd hadden ze veel infecties van hun hart. Dus het kwam heel veel voor dat ze hartfalen hadden en ze wisten niet wat het was. En dat waren dus mensen ook helemaal opgezwollen van het water. Helemaal kortademig en daar deden ze aan wat ze konden. Ze gebruikten de middelen die ze hadden. Net zoiets als wat hier staat. En dan hoort Withering, die hoort dat er ergens een oud vrouwtje is in Shropshire, in de buurt van Birmingham. En daar hoort hij van dat die maakt thee van vingerhoedskruid. Dit is hem. Ik heb hem gisteren uit de botanische tuin in Leiden laten graven. Dit is een vingerhoedskruid. En je kent die bloemetjes, die zie je wel eens in de tuin, groeit overal. En hij ontdekt opeens dat die daar thee van kan maken. En dat die vrouw daar goede resultaten mee heeft wanneer ze mensen met hartfalen behandeld. Ik ga het ook even proberen. Zo deed ze dat. Hij gooide die blaadjes in water, gaf het aan mensen en keek of het werkte. En het werkte wonderbaarlijk goed. En dan komen ze op 25 juli 1776, heeft er een boek over geschreven, dat heb ik gelezen. Dan wordt hij geroepen door een collega van hem, dat is Erasmus Darwin. Erasmus Darwin is de vader van Darwin van de evolutie. Hij zegt, William, je moet langskomen, ik heb een patiënt. En die patiënt die gaat dood. Die heeft zo erg hartfalen. Ik weet niet meer wat ik eraan moet doen. En dan gaan ze kijken naar die mevrouw en dan zien ze er. Zo zien ze er ongeveer uit. Helemaal opgezwollen, zit rechtop in bed, kan niet meer goed ademhalen. Benen zijn heel dik, buik is heel dik, overal zit water. En dan denkt Withering, zal ik dat nieuwe spul proberen?
En dan schrijft hij ook in zijn boek, ja, ik twijfel, want mens is zo ziek, gaat vast dood en dan krijgt mijn nieuwe middel een slechte naam. Maar ze doen het toch, ze geven er dit ongeveer. Nou, moet iets langer trekken, maar ze geven er thee van digitale blaadjes. En dit spul, niet meer dan dat. En er gebeurt datzelfde wonder wat met mijn patiënt gebeurde. Ze plast in de komende 24 uur 10 liter water uit, beschrijft Withering. En alle andere dingen die ze gedaan hebben, die werken absoluut niet. Ze staat op en ze loopt weer rond. Withering zegt, wij hebben onze patiënt weggerukt van de dreigende destructie. Na die 8 liter edeem die ze uitplast. En dan gaat hij weg en dan gaat dokter Darwin gaat weer verder. En dokter Darwin die behandelt er met de dingen waar hij er altijd mee behandelt. Dus ze krijgt, en dan komt even een lijstje, want ik heb dat lijstje, dat staat in het boek. Ze krijgt thee van een aftreksel van Pereira Brava's, een Braziliaanse boom. Ze krijgt schaafsel van de Guayakboom. Ze krijgt pillen van mirre. Ze krijgt zinksulfaat. Ze krijgt kwikchloride, dat is niet echt goed spul, maar dat krijgt ze ook. Samen met aloe in een pil. Ze krijgt de zeeppillen. Ze krijgt rabarberpillen. Kaliumsulfaat. En dan krijgt ze nog boombast. Dat is quinine. Helemaal geen goed spul voor hartfalen. En ze krijgt ijzersulfaat. En dan gaat het na een week weer slechter. En dan komt Withering weer. En die geeft haar weer digitalis. En dan gaat het weer beter. En dan leeft ze nog. Staat in het boek. Ze leeft nog 9 jaar daarna. En dat was de eerste keer dat mensen zagen dat er dus in al die geneesmiddelen, al die spullen die ze gaven, iets was dat werkelijk werkte. Dat werkelijk iets deed. En dat het ook ongelooflijk veel sterker was dan alles wat ze tegenkwamen, dit spul. En je kan het zo uit je tuin halen. En ze gingen zich natuurlijk afvragen, wat is dat dan? Wat is het in hemelsnaam dat hier aan de hand is? Nou, dan wordt de chemie wordt wat beter en dan komt, op een gegeven moment is er een apothekersleerling in Duitsland, die heet Ser Turner. En die is dan zo goed geworden in chemie, dat hij denkt, ik ga proberen te vinden wat er in opium zit. Opium, het spul dat in de papaverbol zit. Ik had een papaverbol mee willen nemen uit de Hortus in Leiden. Maar de mevrouw die de hoofd is van de Hortus, die zei tegen me dat ze de papaverbol al hadden opgemaakt. Je vraagt je af wat er in die Hortus in Leiden gebeurt. Maar ik heb hem dus niet, maar ik heb een plaatje. Hè. Dat is opium, een heleboel spul. Hij doet daar chemie op en er komen kleine kristalletjes uit. En ik denk, dat is misschien het spul dat die werking van die opium, want ze wisten natuurlijk al lang dat dat werkte. En dan gaat hij dat uitproberen. En hij denkt, ik geef ontzettend weinig, 120 milligram. Dat leek hem heel erg weinig. En hij gaat, hij nodigt 4 van zijn vrienden uit, 4 proefpersonen, die zijn 17, hij is zelf ook nog niet zo oud. En ze gaan, daar zie je Ser Turner op een schilderij, hij heeft dat spul geïsoleerd, ze gaan die 120 milligram, nemen ze allemaal in. En meteen merken ze dat er echt iets aan de hand is. Ze worden hartstikke ziek, ze worden ontzettend slaperig en denken dit is te veel. Dus ze drinken allemaal azijn en dan gaan ze braken. Maar ondanks dat, want een heleboel van dat spul zit dan al in hun bloed, vallen ze allemaal in een diepe slaap en ze worden pas heel lang later de volgende dag wakker. En dan ontdekken ze dat er dus in die planten stoffen zitten, één enkele stof, niet de hele plant, die ongelooflijk veel werking hebben. En vanaf dat moment gaan uit planten worden dingen geïsoleerd. Ik heb er nog wat meer meegenomen. Deze, dit is een, je zal hem niet herkennen, het is een Colchicum autumnale, groeit ook weer overal in tuinen bij ons. Herfststijloos, zit stof in dit. Colchicine gebruiken we elke week bij mensen met jicht. Dus dat halen ze er dan uit. Die plant is niet meer nodig, je hoeft alleen maar het spul te hebben. Dus Atropa belladonna, zwarte nachtschade, zit een stof in die atropine heet. Nou, een heleboel mensen die geopereerd worden krijgen atropine, zit hierin. En dat vinden ze allemaal uit zo'n beetje rond het begin van de 19e eeuw. En dat is dus eigenlijk, die isolatie is eigenlijk het begin van de farmacologie. Wij geven onze patiënt, geven wij uit die tablet, hè, dit is een plaatje van dit dingetje, dit is wat het deed. Dus dat kan je nog net zien, niet achter in de zaal. Maar daar rechts zie je
iets. We hebben geprobeerd om 62,5 microgram, want dat is de werkzame stof die erin zit, hebben we proberen af te wegen. En dat is niet helemaal gelukt. Dit is te veel. Dit is ongeveer wat hij in 3 dagen binnenkrijgt. Dat kleine vlekje daar aan de rechterkant is wat hij in 3 dagen binnenkrijgt. En dat doet die werking. Dat was dus wel heel fascinerend in 1850. En dat is dus het begin van een vak wat ik doe. Hè, dat is het vak farmacologie. Mensen gaan kijken, hoe zit dat? Hoe kan dat? Hoe kan je met zo weinig zoveel produceren? Nou, van oorsmeer naar digoxine. Ik dacht aan het einde dat ik toch maar even een beetje aan mezelf moest werken. Dus ik heb hier iets gekocht. Het kostte €15,65 overigens. Het heet Silhouette Buiken, Billen en Benen. En ik dacht, ik neem er eens eentje. Maar dan moet ik het met een glaasje water doen waar digitalis bladeren in zitten. Dat lijkt me geen goed idee. Oh hier, ja. Daar gaat hij. Nou, als er nou iemand in de zaal is die denkt dat de contour van mijn kont straks verbeterd is, dan moet je het zeggen. En daar zijn we nu. We zijn dus op het punt van na dit eerste college dat we weten hoe geneesmiddelen dat ze er zijn, dat ze uit planten gehaald werden, dat we ze konden isoleren en sommige heel goed werken. En ik durf deze pil best in te nemen, maar ik durf dit eigenlijk niet meer op te drinken. En dat is interessant. En hoe komt dat nou? En dat gaan we in het volgende college bekijken. Dank u wel.